Ze lijken soms onafscheidelijk. Een vrouw en haar handtas. Wij mannen begrijpen daar helemaal niks van. Oh, honey, there's that dress I love. Can you hold this? Yes. Yes, I will, hon. Hold it. De vraag, hoeveel gram weegt de gemiddelde handtas van een Nederlandse vrouw? De site beslist.nl die heeft hier op straat een onderzoek naar gedaan. Ze kwamen eigenlijk van alles tegen. Simpele dingen, logische dingen, sleutels, telefoons en lippengloss. Maar er was er ook een die had een föhn in de tas zitten. We bedoelen het gewicht van de handtas met inhoud. De crowd die krijgt nu de mogelijkheid om antwoord te geven. En als je thuis de app hebt gedownload, vergeet dan niet op bevestigen te drukken als je het antwoord hebt ingevoerd. Ga jullie gang. Iedere man die herkent dat gevoel wel, dat je hem even vast moet houden. Dat je denkt... De antwoorden van de crowd die, worden nu verwerkt door de computer. En die 200 antwoorden die worden opgeteld en uiteindelijk weer gedeeld door 200. En daar komt zometeen een gemiddelde uit. Maar dat maak ik nog niet bekend. Eerst wil ik namelijk van jou weten, Bas. Wat denk jij? Ja, als ik de tas van mijn vrouw bekijk, weegt hij wel 5 kilo. Ja, wat heeft ze er allemaal in zitten? Föhn en dat soort zaken. Maar heeft ze altijd bij zich? Nou ja, het lijkt er wel op. Hey, ik ga je nog even vertellen, belangrijk voor jou. Je hebt vanavond 3 keer de kans om Nicolette om wat hulp te vragen. En Nicolette die weet, zoals ze net al zei, van alles. Ik heb me zo goed voorbereid. Oké, 5 kilo, dat weegt de tas van je vrouw. Een föhn heeft ze altijd bij zich. Dan moet ze een hoop andere spullen bij zich hebben. Ja, er zit altijd wel een make-up tas in. Er zit altijd wat deodorant in. Er zit altijd een portemonnee in. Noem maar op, dat gaat eigenlijk zomaar door. Ze kan eigenlijk zo op vakantie. Ja, dan heb je nog verschillende tassen. Stoffentas, leren tas. De een weegt meer dan de ander. Ook nog vervelend. Ik zou zeggen 1450 gram. 1450 gram. We gaan het even noteren. En als je het ziet staan, dan kan je nog even nadenken of je denkt, ja, hiervoor ga ik spelen. Als dat antwoord ja is, dan vraag ik je op de knop te drukken. En daarmee zet je je antwoord vast. Ook van die hele kleine galatasjes, die wegen 100 gram. Met een gemiddelde gaan we een hutkoffer op zoek. Ja, ik ga ervoor. 1450 gram, daar speel jij voor. We gaan kijken, wat is het antwoord van de crowd? Die denkt iets zwaarder, bijna 2 kilo. Ja, het is bij iedere vrouw anders. Daarom is het onderzoek ook op straat gedaan. Maar wat is nu uiteindelijk het antwoord? Hoeveel weegt een tas gemiddeld? Ik ben benieuwd. Laat maar zien. 2400 gram. Zo. De crowd zit daar dus dichterbij en jij zit er best even vanaf. Nou, Nicolette, wie anders dan jij kan ons hierover bijpraten? Ja, die 2,4 kilo, die red ik zelf ook wel, hoor. Het is nou niet dat ik mijn föhn meeneem, zoals jouw vrouw, maar ik neem ook altijd wel wat mee. En tijdens dat onderzoek hebben ze dus op straat gekeken in die tassen. Vincent zei het al een beetje, aparte dingen tegengekomen. Maar wat ik helemaal zo raar vond, ze kwamen een illegale pepperspray tegen, handboeien, maar zelfs een volle luier. Oké. Dat je denkt, oh ja, ik kan hem toch niet kwijt, stop maar in mijn tas. Nee, die moffel ik altijd gelijk al weg. Ja, dat doe ik ook altijd. Die handboeien zijn natuurlijk spannender. Oké, Bas. Elke vraag die exact goed beantwoord wordt, levert 50 punten op. Maar, belangrijk, iedere procent afwijking betekent ook 1 punt aftrek. Als je er 50% of meer vanaf zit, scoor je dus 0 punten. Straks in de finale is elk punt ook weer geld waard. Bas, laten we nu eens even gaan kijken. Wat betekent dat? Eerst de percentages dat jullie afzaten van het juiste antwoord. De crowd, 17% en Bas, jij 39%. En wat voor punten horen daar dan bij? 33 punten voor de crowd en de eerste 11 punten voor jou, Bas.